Hallo, goeiedag. Zeg, ik moet als de bliksem naar de donder. Maar hoe? Gooi jezelf door het raam, vriend. Het is dicht. Schiet een kogel door je kop. Heb ik al gedaan. Het enige resultaat was een haarscheiding in het midden. Gooi jezelf voor een trein. Veel te gevaarlijk. En stel dat het een trein is die chemisch afval vervoert, ja? Dan kan ik zo nog een milieuramp veroorzaken ook. Haha, meneer is Wat zeg je? Meneer is milieubewust. Een groene jongen, als het ware. Absoluut. Mijn vader was blauw en mijn moeder was geel. Mijn halfbroer, die purper was, die kon goed zelfmoord plegen. Bel hem eens op. Dat zal niet gaan. Waarom niet? Hij is dood. Zeg, tussenhaakjes, het was bijzonder, moeilijk mens, dat broertje van me. Heel moeilijk mens. Ik bedoel, moeilijk om te begrijpen. Als het hem slaffie vroeg... Als hij wat vroeg? Slaffie. Pardon? Slaffie, weet ik veel. Ik zei dat hij moeilijk te begrijpen was. Ah ja, zeg. Kunt u mij het zoutvat even doorgeven, alstublieft? Sorry, meneer, maar u bevindt zich momenteel aan het loket van een luchthaven. Wel... Geef mij dan maar een ticket naar Nairobi. Mag ik even uw identiteitskaart, alstublieft? Tuurlijk, ja. Alsjeblieft. Leuke identiteitsfoto. Ja, dat ben ik. Waar? Hier, samen met mijn vrouw, mijn twee kinderen, mijn oom Odile, die helaas al overleden is. Staande voor het atomium, in de verte zie je Brussel liggen, de grote markt. Daarachter Antwerpen, de Boerentoren. De Boerentoren, precies. En dat hier is een stukje van het fotohokje waar de foto genomen werd. Kunt u even dit formulier invullen, alstublieft, meneer? In Babylonisch spijkerschrift graag. Onze computers zijn van een iets wat verouderd type. Zij, hoe schrijf ik dat in Babylonisch 1990? Zoals in het Nederlands, maar in plaats van na Christus moet je voor Christus zetten. En die voor Christus, zet ik dat voor of na 1990? Zet maar tussen Christus. Alsjeblieft. Tussen haakjes, meneer. Ja? Wat zit er eigenlijk in die koffers? 20 kilo frieten. En dan zijn ze nog verwonderd dat ze ziek zijn op het vliegtuig. En in die andere koffer zou wel mayonaise zitten, zeker. En? Mijn pyjama. Oké, het is in orde, meneer. Het vliegtuig vertrekt ogenblikkelijk. Ze hebben toch geen, geen zoutvat hier, hè? Nee, meneer. Oké, dan. Op naar de zoutmijnen van Nairobi.